houdt in de gaten. Ja, je bent live. Ja, je bent live. Kiel. Ja, goedemiddag allemaal. Het is 3:00, aflevering 11 van Brits TV, de basis. Vandaag gaat het over verdediging tegen zwakke 2. Het is hartstikke koud. Ik geef snel het woord aan Tom. Aan mij, helemaal goed. Ik zal eens even kijken. Ja, het is inderdaad behoorlijk fris. Ik zit hier nog lekker op school en ik zal eens eventjes wat zaken erbij pakken. Van het verdedigen tegen een zwakke opening. Ik ga een klein stukje theorie behandelen. En daarna gaat Ruurt het weer overnemen met voorbeelden. Ja, en zo tennissen wij weer een beetje heen en weer. Ruurt, goed idee? Ja, heel goed idee. Wij gaan weer tennissen. Verdedigingen tegen zwakke 2. En preemptieve openingen. Want vorige keer hebben we gezien dat het leuk is om op met een zwakke 2 of een preemptieve kaart te openen. Dat was ook een hele gemene vraag van de week. Waarbij het voor mensen heel moeilijk is om te kijken van wat moet ik nu bieden? En hoe zitten ze me nu dwars? Ja, om dat dwarszitten nu een beetje te helpen, hebben we wel een aantal afspraken die we maken hoe we volgen tegen een zwakke 2. Als je gewoon je kleur biedt, bied je hem op 2 niveau. Heb je goede 5 kaart en 10 tot 16 punten. Nou, met Ruurt heb ik het er van tevoren al even over gehad. Toen kwamen we eigenlijk erop van ja, er staat dan wel 10 tot 16 punten, maar eigenlijk bedoelen we goh, vanaf ongeveer een opening. Wat ongeveer een opening waard is, daar bied je op 2 niveau mee tussen. En ook op 3 niveau. Op 3 niveau heb je nog een iets gezondere opening. Stel je voor, er wordt 2 harten voor je neus geopend en je biedt 3 klaveren. Want je biedt eigenlijk in je eentje al op 3 niveau. Dus dan moet je echt wel een hele goede kaart hebben. En je kunt 2 sans bieden. 2 sans is ook veel onduidelijkheid over. Want veel mensen denken eigenlijk van ja, joh, ik volg 2 sans of ik bied 2 sans. Dat is toch 20 tot 22 punten? Maar in dit geval is het anders. Op het moment dat er 2 ruiten, 2 harten of 2 schoppen wordt geopend, wat we vorige keer hadden besproken, dat het zwakke openingen zijn, dan maak je de afspraak 2 sans. Betekent, ik heb een verdeelde hand, ik heb een goede dekking in de kleur van de tegenpartij en ik heb 16 tot 18 punten. Dus dat is een hele andere dan de 2 sans opening. En die 3 sans die ik er hieronder bij heb gezet, dat is eigenlijk refererend naar de prijsvraag van vorige keer, dat is eigenlijk als er op 3 niveau wordt geopend. Als er op 3 niveau wordt geopend en je wordt gedwongen, dan kun je wel eens 3 sans bieden. Dus onthoud, op 2 niveau, na een zwakke 2, open je met een redelijke opening tot een goede opening. Als je op 3 niveau moet bieden, heb je minimaal een hele gezonde opening nodig met een mooie 5 kaart. En bied je 2 sans, heb je 16 tot 18 punten. Nou, dan heb je nog de derde optie over en de derde optie is dubleren. Dubleren geeft eigenlijk aan, er staat hier 12 plus. Nou, 12 plus vind ik wel heel enthousiast. Meestal heb ik een iets gevuldere opening. En ik heb alle kleuren heb ik oké. Okay. Dus dat betekent dat ik dublet bijvoorbeeld bied. Stel je voor, er wordt 2 schoppen geopend. En ik zeg dublet. Dan heb ik eigenlijk alle kleuren oké. Okay. Ik heb in ieder geval een 4 kaart harten. En ik vraag aan partner, bied je beste kleur. Eigenlijk een beetje hetzelfde als dat er op 1 niveau geboden wordt die je dubleert. Alleen dit dublet moet eigenlijk net nog ietsje mooier zijn. Heb je een vraag, Berit? Ja, er staat alle overige kleuren oké. Okay. Dus als er 2 schoppen wordt geopend en je geeft een dublet, dan ben je kort in schoppen en alle andere kleuren zijn goed. Ja. En als je ook goed in schoppen bent? Nou, als je dan 16 tot 18 punten hebt, dan bied je 2 stands ertoe. En als je geen 16 tot 18 punten hebt, dan moet je een rondje wachten. Dan moet je eerst passen. Maar dit is eigenlijk de basis qua afspraken. Als je deze afspraken hanteert, zit je meestal aan de goede kant. Alleen zoals we al eerder zeiden, als er zwak wordt geopend, Berit, het is niet makkelijk. Dus je komt wel eens in situaties terecht dat je denkt, ja, hier staan allerlei punten bij, maar die punten zijn niet zo hard als na een 1 opening, omdat je zit wel eens moeilijk, dus je moet wel eens creatief gaan. Zullen we een paar voorbeelden van Ruurt erbij pakken om met deze 3 opties te gaan werken? Kom, even een vraagje, dus je hoeft niet per se openingskracht te hebben. Lees ik hier. Bij welke bedoel je? Nou, bij de eerste, zeg maar, daar staat vanaf 10 punten. Ja. Want ik stel me voor dat... Ik ga er 2, dan ga ik er toch even 2 behandelen voordat ik het naar Ruurt paas. Wacht, ik laat het even zien, Erik. Stel je voor, je hebt deze hand. Hier staan bijvoorbeeld 11 punten, maar dit ziet eruit als een opening, hè? Ja, dit is een opening, duidelijk. Dit is een opening, dus daar mag je met 11 punten mag je 2 schoppen bieden. Dat is een mooie kaart. Dat zijn hele goede schoppers, daar mag je mee bieden.
Kijk, als een van die koningen een vrouw is, dan heb je 10 punten, dan mag het ook. Mm-hmm. Zie je, dan heb je een hele mooie kleur. Je belooft een goede kleur. Dat is belangrijker. En ja. Deze hand, dat is even de laatste voordat ik naar Ruurt ga. Erik, ga ik deze met jou doen? 10 punten. Ik zou hierop passen. Ja, maar jouw gevoel. Maar waarom pas je daarmee? Het is heel goed. Maar... Ja, omdat de schoppenkleur aas vijfde niet echt goed is. Top, helemaal goed. Dus hiermee voel je het al aan. Hè? Dus hiermee zie je al meteen, het gaat minder om precies alleen de punten dan echt om de kaart. En daar had ik dus met Ruurt ook inderdaad. Ruurt gaf bij mij aan. Hij zegt, ja Tom, ik heb jouw presentatie gezien. Allemaal hartstikke leuk en aardig, maar waar je heel erg goed op moet letten, is dat het echt gaat, heb je een mooie openingskracht en heb je een mooie kleur. Ruurt, we hebben meer voorbeelden nodig. Ja, gaan we geven. Alsjeblieft. Dank je. Nou, bedenk het maar iedere keer. Je hebt 3 opties. Stel je voor, Noord opent 2 harten. En nou heb je deze kaart. Laat maar zien in de camera wat je biedt. Je hebt heer, vrouw, boer, vijfde. Schoppen. Je hebt vrouw klein en harten. Aas, boer, vierde. Vrouw klein. Wat zouden jullie nu bieden? Denk aan de 3 opties die we hebben gegeven. Hè? 3 opties uit mijn presentatie. Ah, kijk, dat gaat fantastisch. Ja, dit is inderdaad, dit is een 2-schoppenbod. Dit is een volgbod op 2-niveau, wat ongeveer een opening inhoudt, waarmee je ook zou openen. Dat is wat Erik net heel netjes zei. Als je ermee opent, volg je er ook mee. Als je een 5-kaart hebt en alles voor doet. Nou, stel je voor, we maken de hand iets anders. En we maken er een deze kaart van. Nu heb je 18 punten. En je hebt 4 schoppers, 3 hartes, 4 ruiters en 2 klaveren. Nou, laat me allemaal zien. Ja, dit gaat fantastisch. Tom, ze kunnen het al. Ja, nou. Ik heb straks nog wel een paar in de aanbieding waardoor het lastiger wordt. Dus dit is 2 chance. Dit is ook een van de opties die Tom net zei. Dit is 16 tot en met 18 punten. En stel je voor, het gaat nu zo verder. Zuid past. Mijn maatje biedt 3 harten. En Noord past. Dan ben jij weer. Ik denk dat ze er allemaal in trappen, Tom. Ja, wel grappig, ja. Nou, laat maar eens zien. 3 sans, 4 harten. Ja. De grote vraag, Mark. Wat is 3 harten nu? Voor iedereen geldt die vraag. Denken jullie echt dat dat de kleur van de tegenpartij is? Noord heeft 6 hartes. Berend, wat denk jij dat het is? Nou, ik weet niet wat het is, want ik ken dit bod niet. Maar het kan geen harten zijn, want 6 en 3 is 9. Dus het kan heel, dan heeft hij in ieder geval geen 5 hartes. Dus... Oké, nu gaan we het helemaal anders doen. Hè? Nu gaan we... Ik haal Noord even weg. Stel je voor, je hebt 2 stands geopend. Dan zeggen jullie natuurlijk, nou, je hebt weinig punten. Kijk even niet naar deze kaart. Ja? 3 schoppen is dan het bod. En Maat doet 3 harten. Dan is Berend. Die schoppenbod. Ja, dan heeft hij een schoppenbod. Jacoby. Ja. Ja, dat is nu precies hetzelfde. Oké. Je doet na 2 sans, doe je Steeman en Jacoby. Dus stel je voor, nou, we zullen even testen of het goed gaat. Stel je voor, Noord opent 2 harten. Ja, zwakke 2 in harten. Dan kan het nooit meer zo zijn ook dat wij harten gaan spelen. Dat kan niet. Want Noord heeft 6 hartes. Dus dan gaat het zo verder. Stel je voor dat het zo gaat. En mijn maatje biedt 3 klaveren. En wij plagen jullie niet. Hè? Het is wel zo, op het moment dat je de systemen bedacht zijn, is dat ook echt zo. Ze proberen dat zo logisch mogelijk te maken. Hè? Ja. Dus op veel mogelijk momenten dezelfde soort afspraak maken. Oké. Nou, laat maar zien wat jullie zouden bieden. Ja, ik zou dan zeker 3 schoppen bieden, want 3 klaveren is Steeman. Heel goed, ja. Ja, dus je speelt nu Steeman en Jacoby.
Na een twee sans, na een twee sans volkbot. Nou, nog eentje. Want als kleine toevoeging nog even. Kijk, diegene die twee sans biedt, hè, die geeft 16 tot 18 punten aan Erik. Ja. Nou, en die partner daarvan, die gaat gewoon weer rekenen. Die gaat gewoon weer kijken. Joh, stel je voor, ik heb 9 punten, dan wil ik naar de manche. Die gaat gewoon weer kijken, heb ik genoeg punten voor de manche? En wil ik sans spelen of wil ik een hoge kleurenfit spelen? Dus als hij geen hoge kleur heeft, biedt hij 3 sans. En als hij wel een hoge kleur wil, heeft hij gewoon weer en Steeman en Jacoby om erachter te komen. Het is dezelfde logica. Ja, duidelijk. Oké, okay, stel je voor, hij doet nog een keer 2 harten. En dan heb je deze kaart. Je hebt 16 punten. Met 4 schoppers, 2 harten, 4 ruiters en 3 klaveren. Welke van de 3? Wie van de 3 heet het eigenlijk? Ja. Wie van de 3? We kunnen een nieuw programma doen. Ja. Laat maar zien. Wat heeft Mark? Ah, kijk. En Erik, wat heb jij? Ik heb schop in mijn hand als ik niet lieg. Oké. En wat houdt schoppen in, Erik? Wat is dat? Wat betekent dat? Ja, ik dacht, ik heb nu een aantal punten extra, dus dan zou ik met een 4-kaart ook goed uit de bocht komen, maar kennelijk niet. Ja. Ik heb dat voor het laatst in 2002 gedaan, op een 4-kaart, maar ik heb er 5. Oké. Okay. Als ik een volkbol doe, van bijvoorbeeld 2 schoppen, dat is hetzelfde als op 1 niveau. Dan heb je een 5-kaart. Punt uit. Ja. Ja. Zie je een andere goede optie, Erik? Ik zou een puntje kunnen smokkelen en toch 2 sans bieden. En wat is er voor 2 sans nodig? Misschien weet Berit die. Wat is er voor 2 sans nog meer nodig? Dekking in harten. Ja, dekking in harten. Je moet per se een dekking voor mij in harten hebben. Ja. Anders beginnen ze dadelijk met harten Azië vrouw. Ja. En nog 3. Ja. Erik, je zit weer met die voorwaarden, hè? Dus voor 2 sans, wat Ruud zegt, heb je 16 tot 18 punten nodig. Een hartendekking en een verdeelde kaart. Mm-hmm. Voor 2 schoppen heb je een 5-kaart schoppen nodig en minimale opening. En voor doublet heb je nodig, kort in de harten, je kunt alle andere kleuren aan. En ongeveer een opening of meer. Ja. In welke categorie valt dit? Dit valt in de categorie doublet dan. Ja. Heel goed, ja. Ja, dat is helemaal perfect. Precies zoals Tom zegt. Maar stel je voor, nu gaan we Erik een beetje helpen. Nou, stel je voor, er wordt geen 2 harten geopend, maar er wordt 2 schoppen geopend. En je hebt deze kaart. 16. 2 schoppen, dat is een zwakke 2 in schoppen. Hij belooft 2 plaatjes, maar die heeft hij niet. Ja, je hebt 16 punten. Ja. Nou, laat maar zien wat jullie doen. Mark, pas met zoveel punten. Zie je een ander alternatief, Mark? Zie je een alternatief? Ik verwacht het niet passen. Oh, nu wel, ja. Nee. Ja? Ik dacht geen dekking in harten, maar dat was de schoppen. Zo is Ruurt, hè? Je weet het. Ja. Maar het gaat mij er dus om dat 2 sans mag je dus bieden met 16 tot en met 18 punten, maar dan heb je een dekking in de kleur die zij bieden. Dit was even voor Erik. Ja. Ja? Heel vergelijkbaar, jongens, met het volgbod van 1 sans, hè? Dan zijn ze al 15 tot 17, maar dat scheelt qua puntenrange niet zoveel, maar ook een dekking. Dus dat scheelt niet zo heel veel met het 1 sans volgbod. Het enige wat je moet doen, onthouden, is dat 2 sans 16 tot en met 18 punten is. Dat is eigenlijk het enige. Ja? En de dekking. Ja, en een dekking, ja. En balanced. Alles wat voor 1 sans ook geldt. Ja. Mag ik een vraagje stellen? Wat doe je met deze kaart als er 2 harten wordt geboden? Want dan heb je hem vrij lang. Heb je een 3 kaart. Zeker. Dat is een hele moeilijke. Zullen we die dadelijk even doen, Erik? Maak ook ja, deze dat is goed. Ik zal hem onthouden. Ja, is goed. Het is wel een hele lastige vraag die je dat stelde. Maar goed, we gaan het doen. Nou, Maat doet 3 ruiten op jouw 2 sans. Nou, laat maar zien.
Ja, dan moet je drie harten bieden. Heel goed, Berend. Naar gewoon Steeman en Jacoby. Perfect. Ja? Dus je biedt nu drie harten. Want je antwoordt gewoon op Jacoby. Hij zegt bijvoorbeeld vier harten. Jij bent? Laat maar zien wat jullie bieden. Ja, pas. Ja, keurig. Ja, dus zo kun je nog vrij makkelijk, dit gaat nog vrij goed, dit is een vrij ideale hand hiervoor om dit te doen. Maar Erik wil meteen naar de onmogelijke handen. Ja, die heb ik altijd. Ja, ik snap het al. Stel je voor, het gaat zo. Nou, we gaan het eerst proberen, Erik. We gaan kijken wat iedereen biedt. Zullen Tom en ik ook meedoen? Ik vind dit een lastig, hoor. Ik vind het zeker een lastige. Ik weet wel wat ik zou doen, maar het zou wel pijn doen. Ik heb geen biddingbord helaas bij de hand, maar ik weet wel wat ik zou doen. Ik ga hem ook opsteken. Kijken wie je al... Ja, ik steek ook iets op, maar... Ja. Komt-ie. Ja, Erik, doe pas. Jij past, Tom. Dat doet pijn. Nee, ik zou doen letsen. Doe les. Ik licht een beetje aan met wie ik zou spelen, hoor, wat daar de afspraak mee is. Maar ik vind het heel moeilijk, want kijk, voor pas is iets te zeggen, maar je moet altijd wat liegen. Bij pas hoop je dat je nog aan de beurt komt. En bij doublet lieg je een schopper, dat is ook niet zo fijn. Dus ik vind pas en doublet allebei goed. Twee sans vind ik niet goed zonder hartendekking, dat zou ik zeker niet doen. Nee, je moet een hartendekking hebben. Dat is, en ja. Dus toch een hele duidelijke doublet, zou je zeggen. Ja, je hebt voor een doublet. Alle andere kleuren is hij goed en je hebt toch 16 punten. Ja, ik dubleer ook een Bieneke, maar Ruurt, wat is de argument voor pas, Ruurt? Nou, het argument voor pas is dat bij een doublet dat ik eigenlijk altijd een vierkaart in de andere kleur wil hebben. De rest van de kleuren maken me niet zo heel veel uit. Ik wil dus eigenlijk blind dat mijn maat, op het moment dat ik doublet zeg, en mijn maat heeft een paar schoppers, dat hij nu eigenlijk altijd vier schoppen kan bieden, als hij ook iets heeft van een opening. Dat hij daar niet bang voor hoeft te zijn. Dat hij één ding zeker weet, dat hij vier schoppers heeft. En ik begrijp, op het moment dat het een beetje erop gaat lijken, maar dit gaat wel ver, dat het een beetje op gaat lijken, dat het nog meer op een korte in harten gaat, of kort in harten aan de andere kleuren gaat lijken. Ja, nu zou ik het niet meer kunnen inhouden door de blad te zeggen. Dit is voor mij een hele balance kaart. Dat is voor mij een behoorlijke rotkaart. Dus op het moment dat ik zo'n balance kaart heb, dan neig ik heel snel naar pas. Ja. Maar Erik... Met zo'n kaart, wat partner ook biedt, dan kan je toch gewoon passen. Hij kan drie klaver bieden, drie ruiten, drie schoppen. Ja, maar Erik... Ja, maar ik ben hier bang voor, Erik. Ja. Erik, het gaat om wat jij je partner belooft. Maar hiermee, Erik, eigenlijk toont dit heel goed aan dat je hebt eigenlijk elke keer een balans tussen wat wel en niet is. Maar op het moment dat je hier dublet mee biedt, vinden we het goed. En als je hier pas mee biedt ook. Maar het is echt een beetje aanvoelen. En dat betekent gewoon, je kunt je zo goed verdedigen tegen zwakke 2 en preemptief. Je hebt er altijd last van. We kunnen geen systeem aan jou geven waarbij je denkt van ik heb er geen last van. Dat is wel, maar als je zoveel punten hebt en dan passen, dat is gevoelsmatig niet echt fijn. Oké, dan gaan we... Dat is toch ook niet waar, want... Je hebt, ook al heb je 16 punten, je partner kan ook 0 hebben. Ja, dan hebben de anderen toch echt meer. Het is moeilijk, ja, je weet het niet. Ja, dus het is verschrikkelijk. Ja. Ik heb straks ook nog wel wat meer voorbeelden weer, maar het blijft soms gewoon, het blijft soms een keuze. En ik bedoel, zo'n zwakke 2 opening, het is niet voor niks dat het gespeeld wordt. Erik, we gaan er weer speciaal voor jou heen doen. Want je zit op mijn grens van wat ik nog zou willen vertellen. Maar goed, we gaan ervoor. Stel je voor, links open 2 harten. En mijn maat dubleert. Ja? Ja. En Noord past. Nou, laat me in de camera zien wat jullie allemaal bieden. Even kijken, die dubleert. Goed nadenken, Berend. Niet meteen bieden. Handje uit het bakkie. Terug met dat kaartje. Eerst bedden. Eerst bedenken, wat heeft mijn maat? Ik denk dat Tom en ik daar precies, Geel ook, precies hetzelfde zijn.
Wij bieden niet voordat wij hebben bedacht wat maat heeft. Oké. Maat heeft drie opties, hè? Maat heeft of biedt twee sans met 16-18. Een volgbod met een opening en een vijfkaart. En doublet met puntje, puntje, puntje. Ik ga het niet weggeven, Ruud. Nou, mag voor mij. Doublet betekent een opening of meer met korte hartes. Nou, aan welk contract wil je dan zitten met deze hand? Ik zou het wel weten. Laat maar zien. Ik hoop dat ik het weet. Oké, Erik. Hoeveel punten heeft mijn partner? Openingskracht. Ja, en hoeveel heb jij er? Wat had ik geteld? 9? 12. Ja, dan moet je een nieuw brilletje kopen. 3? Nee, 12. Wacht even. Nee. Even kijken. 3, 4... 12. Ja. 12. Ja. En hoeveel is 13 plus 12? Hoeveel is een opening plus 12? Ja, dat is een beetje mager, die tweetjes schoppen van ja, mij. Dat is zeker, ja, dat is veel te mager. Ja, ja. Oké, ik bied hier 4 schoppen mee. En op het moment, Erik, nu heeft mijn maat maar 3 schoppers. Wat vind je nu van 4 schoppen? Nou, in principe wel een goed bod. Alleen, ik wil even... Ik zat te twijfelen, want ik heb 2 vierkaarten en je moet je laagste vierkaart bieden. Dus ik dacht ook nog aan ruiten. Maar ruiten, als ik een schoppen vind, heb, bied ik schoppen. Nee, je wil graag een hoog contract natuurlijk. Erik? Ja. Erik, even ook voor de uitleg. Als er op 1 niveau wordt geopend, hè? En er wordt op 1 niveau geopend en er komt een informatiedoublet. Ook dan geef je altijd de voorkeur aan de hoge kleur. Ja. Okay. 1 hart wordt er geopend, het gaat doublet, dan ga je ook geen ruiten bieden, dan bied je altijd je hoge kleur. En dat geldt eigenlijk na 2 harten ook. Dus de hoge kleuren hebben voorrang. Ik ben van origine geen doemdenker, maar ik denk dan van ja, maat kan ook nog 2 schoppen hebben. En nee, wat dan? Ik had maat geen doublet gezegd. Mijn maat zegt al geen doublet. Nee? Nee, ja, doublet betekent echt, ik heb een 4-kaart schoppen. Oké, alle kleuren zijn goed, behalve harten. Ja. Zeker. Oké. Ik merk dat jij iedere keer op die grens zit, Erik. Ja, ik ben een grensgeval, hè, kennelijk. Je woont aan de grens ook. Ik wil dat je 1 ding echt gaat leren. Dat is bijvoorbeeld, hier wordt 2 harten geopend. Ja. Nou, bieden allemaal maar. En dan gaan we speciaal voor Erik deze nog een keer doen. Nu wordt er in Noord 2 harten geopend. Een zwakke 2 in harten. 6 tot en met 10 punten ongeveer. Nou, laat me zien. Kijk. Doublet. Waarom doe je doublet, Erik? Omdat ik kort ben in openingskleur en ik heb openingskracht. En ik kan alle kleuren in principe aan. Maar stel je voor, hij heeft 2 hartes. Of 2 schoppers. Als jij doublet zegt, heb jij de andere kleuren. Ja. Ik leg het in mijn lessen om het nog wat simpeler te maken. En ook, ik zag Berend net ook naar vragen. Ik zeg altijd van, dit is het ideale informatiedoublet. 4, 1, 4, 4. Het ideale. En op het moment dat ik nou 1 kaart mag verwisselen, dus ik maak van die klaveren een harte, dan heb ik 1 kaart afwijking voor mijn ideale informatiedoublet. Dat vind ik acceptabel. Berend. Maar Ruud, die ene kaart verwisselen mag niet in de schoppen, hè? Nee, bij mij nooit. Nee. Bij mij is die niet in de schoppen. Nee, oké. Okay. Dus in de hoge kleuren, moet het altijd een 4-kaart zijn. Ja. Ja. Okay. Daar zijn weer wat ja, maar gaan niet op de uitzonderingen, denk ik, te veel. Want... Er zijn weer wat uitzonderingen op, maar stel je voor, maat opent, ja, we blijven de uitzonderingen opzoeken, maar goed. Stel je voor, je hebt zoiets. Hoeveel punten zijn dit? 5, 6. 14. En maat opent 2 ruiten. Zwakke 2 en ruiten. Nou, laat me in de camera zien wat je zou bieden. Ja, laat me zien. Ja, Bieneke, ik ben het helemaal met je eens. Ik zou nog net doublet zeggen. Ondanks dat ik maar 4, of dat ik maar 3 hartes heb. Ja? Dus
Beren, snap je waar een beetje de grens zit? Ja, nu heb ik er twee hoge kleuren. Nu kan ik het toch niet laten om dit te doen. En Mark, wat betekent twee sans? Wat zou dat betekenen? Altijd zijn er drie voorwaarden voor twee sans. Wat zijn die drie voorwaarden? Ik heb hier dekking en veel punten en balanced. Ja, zeker. Dan wil ik even met jou over die veel punten hebben. Ja, dan moet ik misschien nog een keer tellen. 14. Ik heb de slide niet meer voor me, maar het zou vast 16 zijn dan. 16 tot 18. Ja? Dus ik merk dat er nog wat... Nou, stel je voor, want er was ook nog een vraag van... ik geloof Berend. Stel je voor... nu gaan we het echt eng maken. Berend, nu hebben we de kleur van die zij ook hebben. Ja, ik vind het vreselijk, maar ik zou denk ik wel passen. Ja, je mag doen wat je wil. Ja, ik zou passen. Oké. Okay. Pak je kaartje. Ik zeg, ik ga met jou mee, Berend. Ja, ja. Ja, ik, kan ja, ik zou zeker passen. En waar ik nu op hoop, maar dat is misschien ijdele hoop, maar ik denk dat Tom er ook op hoopt. Ik pas. Pas. En stel je voor, mijn maat doet nu dublet. Eerst bedenken wat het is. Laat maar zien in de camera wat jullie zouden doen. Nou, laat maar het zien. Erik doet pas. Mark, wat doe jij? Weet je het niet? Geen idee? Oké. Okay. Nou, dan gaan we nog een keer terug. We hebben alle opties, Tom. Ja. Kijk hoor. Goeie vraag. Goeie antwoorden. Wie is de kwetsbaar? Nou, gewoon allemaal of niemand. Oh. Gelijk. Ja. Nou, weet je, waar heb je zin in als je deze hand ziet, Berend? Heb je zin om zelf te spelen of heb je zin om tegen te spelen? Nou ja, mijn partner heeft een opening en ik heb een opening mee. Dus we kunnen de marge gewoon halen. Zeker. Dus dan is... Ja, dat weet ik. Ik weet niet wat meer punten oplevert. Dan zou ik willen spelen. Maar misschien is tegenspelen wel heel leuk. Ja, het kan je weet nog geen kleur, Berend. Je weet nog geen kleur. Jawel, ik weet in ieder geval dat hij in ieder geval een vierkaart hart heeft. Dat weet ik zeker. Ja, anders zeker. Hij heeft een openingsdoublet. Hij heeft zeker vier hartes. Er zijn twee opties die je hebt. De ene optie is passen en dan ga je kijken of ze downfietsen. Dan ga je lekker tellen en dan ga je kijken hoeveel down je kan meepakken. Ik denk een heleboel. Ofwel je gaat veilig kiezen voor drie sansen toe. Als je drie sansen toe biedt, dan ga je gewoon zelf. Ga je 600 punten hopelijk halen. Maar ik zou zeker passen. Ik ga de tegenpartij lekker down spelen. Dat is heel vaak mijn hier worden ze ook een beetje bang van. op het moment dat jij nu past. Ja. Ja? En dan gaan ze een paar down. Ja. En dan durven ze de volgende keer niet meer zo snel iets te openen tegen mij. Dat vind ik altijd wel fijn. Want ik vind zo'n zwakke maar twee... eigenlijk moet je dan weten... Want dat weet ik gewoon niet. Dat kan ik wel opzoeken. Maar dan moet je eigenlijk wel bedenken... Als ik het haal drie sans, heb ik dan meer punten dan als ik hun down speel. Kijk maar eens achter op je dubletkaartje. Achter op het dubletkaartje staat het, ja. Ik heb dan maar geen tijd meer als ik ook nog moet bieden. Als jij zit drie down is 800. En hoe maak ik de inschatting... Hoeveel down is er speel? Nou, zullen we het proberen? Wat denk je dat Noord heeft? Hij heeft 6 schoppen met de aas, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Ja? Dus hoeveel schoppenslagen gaat hij maken? Ja, ik denk die aas. Laat ik je een beetje helpen. Die aas. Ik denk dat ik die maak. Dus hij maakt er nog een 3 overgebleven. Ja. Nee, dus hij maakt 3 schoppenslagen. Dat is wat ik gok. Maximaal, toch? Ja, 3 totaal. Ik snap wat je bedoelt. 3 in totaal maakt hij dan. Ja. Nou, ik denk dat Zuid niet zoveel schoppers heeft. Dus die zal wel niet kunnen troeven, gok ik. Dus ik denk dat hij 3 schoppen maakt. En hij heeft 6 tot en met 10 punten. Dus hij heeft nog 1 aas. En de rest van de punten zijn voor mijn partner. Dus ik denk dat hij gemiddeld 4 slagen haalt. Want mijn partner heeft tenslotte ook gewoon een opening. Ja, dat gaat wel lekker. Ja. Dus ik denk dat hij gemiddeld 4 slagen haalt. En af en toe 5. Maar ik denk dat het gemiddelde 4 is.
Nou, dan proberen, dit is ook gewoon een beetje om te proberen. Dit is ook gewoon aanvoelen en vaak spelen en vaak doen. En dan zie je steeds vaker van, is het beter om tegen te spelen of is het beter om zelf te spelen. Maar als jij zo'n hele goede hand hebt waarbij je eigenlijk alleen maar niet biedt omdat jij heel veel kaarten hebt in de kleur van de tegenpartij, dan is het vaak goed om te passen als je in maat een informatiedoublet geeft. Ja, ja. Want dan wordt dat een strafdoublet, toch? Ja, heel goed. Ja. Zo'n straf, ja. Ja, het wordt zeker een strafdoublet. Je maakt een strafdoublet van. Jongens, ik heb hier nog een kijkersvraag. Iemand vraagt, Mia geloof ik, hoeveel punten heb je nou eigenlijk nodig voor een informatiedoublet? Oké. Okay. Opening of meer? Dus wij rekenen in de dingen vanaf een puntje of 13 à 14. Zo ligt er een beetje aan wat de verdeling is. Met een 4-4-4-1 heb je minder nodig met een 4-4-3-2. Maar reken op openingskracht. Ruurt? Ja, vanaf een opening, ja. Gewoon openingskracht, Geon. Dat is... Rekenen jullie een opening nog steeds 13? Op mijn kaartje staat 12. Ja, 4-4-4-1 met 12 is perfect. Okay. Ja. Het gaat om je verdeling. Ik denk dat... Nou, laten we het maar eens meteen doen dan. We pakken een kaart. En Noord opent 2 ruiten. En dan is mijn vraag, wat zouden jullie doen? Speciaal voor de kijker. Jullie kunnen thuis ook meedoen. Maar 2 ruiten betekent, ik heb een zwakke 2 in ruiten. Ik heb 12 punten. Het ziet er veel meer uit, maar het zijn er echt maar 12, jongens. Het zijn er maar 12, ja. Nou, laat maar zien wat jullie bieden. Ja, dublet. Waarom dubleer je nou, Berend, met 12? Vierkant hart en vierkant schoppen. Jazeker. En 4-4-4-1. Ja, dat is ideaal. Op het moment dat ik het nou... Nu ga ik het minder ideaal maken, goed? We gaan het slechter maken. Dit zijn 11 punten. En je mag weer. En Noor doet nog steeds 2 ruiten. Ja, hier is echt maar 1 bot goed hoor, jongens. Ja, echt maar 1. Hier vinden we echt maar 1 bot goed. Ja, zeker. Ik zag Erik al twijfelend kijken, maar... Ja, ik twijfel, ja. Ja, maar er is maar eentje goed. Nou, laat maar zien. Ja. Eerste en de tweede bot. Nee. Ja, nee, Erik. Dat is maar niet goed. We gaan echt passen met deze kaart. Dus ja. Je moet een opening zijn. Op het moment dat je mij vraagt... Nou, dit lijkt niet op een klassieke opening van 13 punten. Dit is echt een lelijke kaart. En als je mij vraagt, waar zit de grens? Ja, of als de kijker dat vraagt... Tom. Ja, het lukt me niet om te passen, denk ik. Het lukt me niet. Ik denk dat ik, net als Erik, dan probeer ik een paskaartje te pakken, maar ik denk toch dat ik een dubletkaart pak, omdat de punten zitten mooi. Maar als die singleton ruiten een boer is, dan ben ik al klaar. Ik vind dit echt al een minimum, hoor. Ik vind dit wel geen... Ik vind dat je deze moet passen. Ja. Inderdaad. En dat dus... Dus het gaat er een beetje om of die kleuren of die heel erg lekker zijn. Dat geldt ook voor het volgbod, waar we eigenlijk mee begonnen. Op het moment dat een volgbod, dat het echt een lekkere kaart is. Dus als je mij vraagt, zou je hier 2 harten mee volgen? Ja, dat zou ik niet kunnen laten. Nee. Dat lukt me ook niet om het te laten. Maar dat is ook een beetje het gevoel. Want dat is ook waar, denk ik, dat we ook mooi aangeven van waar de grenzen liggen. Het is ook echt een beetje op gevoel spelen. En soms ga je er overheen en soms niet. En praten gewoon met elkaar aan tafel over. Maar ook met je partner. Van waar ligt onze grens? Hoe gaan wij ermee om? Ruurt en ik geven in ieder geval wat theoretisch ongeveer de grenzen zijn. En ik ga daar sowieso niet te veel van afwijken. Maar zoek het ook gewoon een beetje op. En dat mag best een keer misgaan. Ja, maar op het moment dat ik 1 kaart verander. Dus ik maak van deze heer... En ik haal die hier weg. Ja. En ik maak hier een... Nou, nu begin ik in ieder geval heel hard te twijfelen. Of ik hier nog 2 harten mee moet zeggen. Dan begint het al lelijker te worden. Ja, zou het misschien net nog... is ook nog als... zeker als links niet voorgepast heeft. En je zit met een gevaar dat je een dublet om je oren krijgt. Je hartenkleur is ook gewoon niet mooi genoeg. Ja.
Dus snappen jullie nu waar een beetje de grens zit? Waar, je moet gewoon kijken of het een, of het een mooie kaart is. Die, maar Ruud, ja. Als ik nou in de uitpas zit met deze kaart, dus je hebt pas, twee ruiten. Nee, zo bedoel jij. Dit is de uitpas. Ja. Of ja, zo, ja, sorry. Twee ruiten, pas. Ja. Kan je dan iets minder voorzichtig zijn? Ja, zeker. Mag je eerder bieden inderdaad, Erik, want dan is het niet meer zo gevaar, hè? Nee. Net was het zo dat je in de sandwich zat eigenlijk. Dat betekent dat links van jou voor straf kan dubleren. En nou zit je gewoon in de veilige positie. En jouw maat kan wel eens moeilijk zitten, weet je. Hè? Dus dan in de uitpas, dat is ook na een 1 opening eigenlijk hetzelfde. Ja. Dus dan gaat nu ook in de uitpas soms wat eerder wat bieden. Ja, ik zal er eens eentje voorbeelden. Sorry, de uitpas is als het gaat 2 ruiten. Pas. De uitpas bedoel ik mee, als jij degene bent die past, dat dan het contract wordt gespeeld. Dus dan gaat het 2 harten, pas. En dan die derde pas is de uitpas. Okay. Als jij past, dan is de bieding uit. Okay. Ja. Nou, stel je voor het gaat zo. 3 klaveren, pas. Even speciaal voor Erik. 3 ruiten. Oh, 3 ruiten, sorry. 3 ruiten, pas. Ja, voor Erik pak je alweer allerlei randjes. Maar... 15, ja, dit is weer een rand gebeuren. Ja. Goh, dit is moeilijk hoor. Ja. We hebben ook niet gezegd dat het makkelijk is. Die preemptieve opening die is bedoeld om het je moeilijk te maken. Goh. Ik heb straks nog wel weer een paar makkelijke voorbeelden, Ruud. Ja, dan doen we die hierna. Ja, die moeten we straks even hierna weer wat makkelijker. Ja, gaan we doen. Nou, laat maar zien. Ja, ik snap 3 sans. Ik snap 2 sans, snap ik niet helemaal, Bieneke, want Zuid heeft 3 ruiten geopend, hè? Nee. Had je dan 3 sans gedurfd? Nee. Dat ben ik niet. Ja, volgens mij moet je nu vrij brutaal zijn, wat Erik zegt. Dus als je in de uitpas zit, ja, dan moet je een beetje gokken. En dan gok je maar een beetje 3 sans. Op het moment dat het meteen als het zo gaat en mijn maat heeft gepast en het gaat 3 ruiten... Ja, nu zou ik 100% passen. Want nu valt er voor mij niks te winnen. Want mijn maat heeft al gepast, die heeft geen opening. Dus het hangt er heel veel vanaf, Erik, waar je zit aan tafel. Ja. Maar in de uitpas heeft je partner ook niks gezegd. Dus dan zit je met 14 punten 3 sans te spelen. Oké, dan gaan we nog als laatste... Tom, ze blijven wel bezig met... Ik snap ook wel dat het is lastig, maar... Berit? Ja? Even 1 ding als daarvoor. Je zit na een zwakke opening en we geven allerlei voorbeelden waarmee je wat kan bieden. Maar er zijn best wel veel voorbeelden te verzinnen met een punt of 10, 11, 12... waarbij er wordt geopend op zwakke 2 niveau, waarbij je eigenlijk niks kan bieden. Dus dan moet je wel passen, noodgedwongen, met zo'n hand. En ik van ja, ik kan eigenlijk niks bieden, dus ik pas maar... En dan zit je wel, dan hoop je maar dat je maat er nog in komt. Nou, dit is het voorbeeld daarvan, Berit. Als je dit hebt, volgens mij kun jij nu niks bieden. Je hebt 11 punten, je hebt niks te bieden. Maar als jij nu hier in de uitpas altijd gaat passen, omdat je maat niks kon bieden, ja, dan ga je het britje niet winnen. Dus dat geldt, je moet in de uitpas stoerder doen. Ja? En dan geef woord aan Tom. En dan maar hopen dat hij geen 0 punten heeft, mijn partner. Ik neem het. Geen 0. Hij heeft nooit 0. Als hij iets doet, dan heeft hij toch geen 0? Hij past toch, mijn partner? Nee, deze wel, ja. Berit? Oh, zo. Stel je voor dat hij 0 punten had gehad. Ja. Dan had de tegenpartij heel veel gehad. En dan zouden ze na 2 schoppen doorbieden. Oh ja, oké. Ja, dus het is wel een beetje... Ja. Maar het blijft geen exacte wetenschap. Dus het blijft een keuze en een gok. En het blijft... Passen kan duur zijn en bieden kan duur zijn. Dat is het leuke. Dat is het leuke van het hele britje. Ja, maar goed, ik ga het even... Ik heb nog even een paar voorbeelden. Mogen jullie ook gewoon meedoen? En dat zijn ook wat duidelijkere voorbeelden. Zodat je gewoon precies ziet wat je zou moeten doen. Het aantal punten geef ik weg. Bieneke, wat zou jij met deze hand bieden na 2 harten? Even kijken hoor. Je hebt openingsharten. Je hebt een beetje
alle kleuren wel, maar niet een vierkaart hoog. Dus geen doublet, zou ik zeggen. Maar wel een goede vijfkaart. Maar ja, dan moet je even kijken. Oeh. Op drie niveau moet je dan, zou je klaver kunnen bieden. Langs de kleur vijf, goede vijfkaart klaver. Mm-hmm. Maar op drie niveau. En dan weet ik even niet hoeveel punten je moet hebben voor drie niveau. Maar, ja, ja, ik zou zeggen een gezonde opening. Heb je dat? Ja, ja. Dus nou, je zou geen klaver doen. Ja, maar zo zie je maar dat je redenerend, doe je eigenlijk precies wat wij je willen vertellen en wat we je willen leren. Dat je zegt van, er zijn inderdaad drie opties. Sans is het niet, dan heb je 16 tot 18 punten nodig met een harterdekking. Doublet is het niet, omdat je geen vierkaart schop hebt. En drie klaver is hier het bot. Dat is perfect. Ja. Mark, en met deze hand, er wordt twee harten geopend. De punten tel ik altijd voor jou, want dat is een beetje flauw. Wat zou je nu bieden? Je hebt weer een mooie vijfkaart klaver. En ik heb een dekking, ik heb 16 punten. Dit is nog net balanced. Misschien wel twee zelfs. Helemaal goed, hij is zeker balanced. 5-3-3-2 verdeling. Dus hier beloof je, zeg je twee zelfs. Het voordeel hiervan, ten opzichte van drie klaver bieden, is dat je meteen aan je partner vertelt hoeveel punten je hebt. 16, 17 of 18 punten. Je hebt een hele goede hartendekking, dus je zit liever in Sansa toe, want dat betaalt beter dan klaver. Hè? Dus het betaalt gewoon veel beter, daarom wil je dat doen. Je belooft 16 tot 18 punten en een hartenstop. Berit, nu wordt er twee harten geopend en nu ben jij. Je hebt er 15 punten. Bij jou gaan we toch weer naar een grensgeval toe. Doublet. Heel goed. Doublet. Wat zeg je met doublet? Ik ben kort in harten. Ja. Ik heb een vierkaart schoppen. En ik heb een opening. Super. Dat is hetgene precies wat je wil vertellen aan je maat. En dat is goed. Je biedt geen twee sans, want twee sans is 16 tot 18. En je hebt maar ook een enkele hartenstop. Dat is absoluut geen twee sans bot. Dus dit is het belangrijkste over... na een twee openingen. Ruud gaf net al een voorbeeld over een preemptieve opening. Vandaar dat ik dat meteen ook eventjes doorpak. Dan gaat Ruud, denk ik straks, hoop ik in ieder geval, een paar voorbeelden van op het bord zetten. Maar ik heb hier wat theoretische achtergrond. Op drie niveau zijn we nog ietsje strenger. Hè? Want dan moet je ineens op drie niveau bieden. Dus als je een kleur op drie niveau biedt, een goede 5-plus kaart. En 13 tot 18 punten. Je moet echt een hele goede kleur hebben om op drie niveau tussen te gaan bieden. Drie sans, heb je een goede kleur in de dekking van de tegenpartij. En echt wel meer dan 19 punten. Zoals Berit zei, het kan wel eens verkeren. Hè? Dus stel je voor dat het gaat, ze openen drie harten. En je biedt drie sans toe. Je hebt 20 punten en je maat heeft een 0. Ja, weet je, dat is het nadeel. Als er geen drie harten of drie schoppen zou geopend zou worden voor je neus, zou je twee sans openen. Maar ja, je wordt gedwongen. En je kunt niet passen. Want ja, dan zou het wel een heel sneu verhaal worden. Want jouw maat gaat met 7 punten niet ruiken dat je er natuurlijk 20 hebt. Dus 3 sans is 19 punten en een goede dekking. En doublet hebben we hier 14 plus gezet. Maar dan kun je 14 of 15 punten of meer zetten. En alle kleuren oké. Dus eigenlijk is het is net iets strenger nog dan een informatiedoublet op 2 niveau. Dus alle voorbeelden die we net gaven, gaan hier eigenlijk ook op. Alleen, hier ben je nog iets strenger in het informatiedoublet. Want je verplicht je partner om op drie niveau te bieden. Want als er op één niveau wordt geopend, je geeft een informatiedoublet, verplicht je partner op één niveau te openen. Als hij op twee niveau biedt, doublet, dan moet hij natuurlijk wat hoger. En op drie niveau moet hij nog wat hoger. Dus het wordt steeds strenger. Nou, als je kijkt naar deze voorbeelden en deze uitleg die ik heb gegeven. Erik, als je nou deze prachtige hand oppakt, wat zou je dan bieden? Dus je hebt, punten geef ik altijd weg, hè? 16. Wat zou je dan met deze hand bieden? Voor je neus, 3 klaver. Ik twijfel tussen... Nee, ik zou doublet bieden en dan harten nog later. Oké. Okay. Maar waarom zou je... Wat geeft doublet aan?
Nou, ik dacht iets van 16 tot 19 punten. Nee, doublet is eigenlijk een 14 plus, hè? Een opening of meer en alle kleuren zijn oké. Okay. En een 3, ja. een bot in een kleur, kan ongeveer van 13 tot 18 punten zijn met een goede 5 kaart of beter. Dus dit is een 3 harten bot. Je langste kleur is harten en je biedt hier 3 harten omdat je voldoende punten hebt. Maar ik zag net even in die slide van jou, eerst doublet en dan je hele goede kleur bieden. Ja, maar dat is eigenlijk voor als je nog veel sterker bent. Heb jij ook geleerd als er op één niveau geopend wordt, dat je dan ook wel eens, als jij een te sterk bent voor een volgbot, dat je dan eerst doublet zegt en dan je kleur biedt? Ja. Dat bedoel jij, denk ik, hè? Ja. Mister randjes opzoeken. We gaan jouw randje opzoeken noemen. Dat is hier hetzelfde. Stel je voor dat ik nog veel meer punten zou hebben, Erik. Dan zou ik wel doublet zeggen. Maar deze hand met 16 punten is zeer geschikt voor 3 harten. Eigenlijk een schoolvoorbeeld van 3 harten. Erik, als je bedenkt, hè, en je doet doublet, dan gaat je maat waarschijnlijk schoppen zeggen. Want jij hebt niet zoveel hartes, maar je hebt veel schoppers. Hè? Ben je ermee eens? Ja. En daarna moet jij dus nog harten zeggen. Dan bied je daarna nog 4 harten. Dus dat betekent dat jij, als je paar maat 0 punten heeft, jij 4 harten biedt. Ja. Jij forceert hem als het bieden verder gaat. En jij doet dus in plaats van door zuid doublet, 3 harten doe jij doublet. Noord zegt dan 3 schoppen met 0 punten, want hij heeft 4 of 5 schoppen. En jij zegt dan 4 harten. Dan heb jij zelf alleen 4 harten geboden. Ja, precies. Hij moet wel bieden natuurlijk, hè, na mijn doublet. Ja, hij moet bieden. Dus dat is veel te link. Dus daarom moet 3 harten al een hele goede kaart zijn. Ja, 3 harten is een hele goede kaart. En eerst dubleren en een hart is nog veel beter. Ja, dat is echt heel goed. Dat is helemaal een topkaart. Bieneke, ik geef jou weer een moeilijke. Oh, je hebt 19 punten. Ja, vorige keer vond ik het zo goed gaan. Dus 19 punten. Je zit best wel moeilijk. Er wordt 3 harten voor je neus geopend. Wat doe je? 19 punten. Nou, het is geen doubletkaart in ieder geval. Heel goed. Heel goed. Het is wel heel veel punten. Dus ik zou makkelijk op 3 niveau kunnen doen. Weer 3 klaver. Maar ik heb nog meer punten dan die 18. Ze openen 3 harten, hè? Dus ze maken het je nog moeilijker. Ik zou 3 sans kunnen doen. Super. Maar waarom kies jij voor 3 sans en niet voor 4 klaver? Nou, omdat ik heel erg verdeeld ben. En ook een stop heb in harten. Heel goed. En het brengt meer op, hè? Ja. Drie sans is meteen... Maar, ja, dat is natuurlijk de manche. Ja. 3 sans is de manche. Je hebt een evenwichtige hand. Dus hiermee is het ook een beetje... Klein beetje oogjes dicht. Maar het is wel een perfect 3 sans bot. Je hebt 19 punten of meer. En je hebt een goede kleur. Ik ging eigenlijk al meteen door naar de prijsvraag. Maar voordat we naar de prijsvraag gaan, gaan we eerst even gezellig een paar handjes met Ruurd doen. Ja. Ruurd, nog even een paar tegen een preemptieve opening om te leren. Ja, zeker. Goed idee. En dan gaan we daarna naar de prijsvraag. Oké, nou. Yes. Een paar preemptieve openingen. En daarna nog een paar, denk ik, een paar handjes, Tom, waarbij we antwoorden op het bod van de partner. Dat lijkt me wel een leuk. Je moet alleen qua tijd wel een klein beetje kijken, maar succes. Oké, ja. Noord open 3 schoppen. Ja, dan ben jij. Je hebt 15 punten. Nou, laat maar zien. Ja, Erik, je kunt lang wachten, maar ik wil het toch zien van je. Doublet, ja, fantastisch. Ja, lekker. Ja? 3 schoppen en dan doublet. Dat betekent dat je gewoon een hele goede kaart hebt als informatiedoublet. Want je forceert nu je maat, als die hartes heeft, 4 harten te bieden. Maar je moet wel stoer bieden. Dus je moet van mij wel echt gewoon, ja, dus af en toe een kamikaze, want doublet is heel erg link, maar je moet wel stoer bieden. Dus vanaf 14, 15 punten, en met zo'n verdeling kun je bieden. Nou, dat is natuurlijk niet altijd zo. Soms heb je dit. Nou, opent mijn maat 3 schoppen, en dan heb je dit. 18 punten. 18 punten. 18 punten.
18 punten. Ja, je merkt dat het iets meer gokken is, hè? Dus iets meer. Ja. Nou, laat maar zien. Ja, de twee mannen doen drie sans en de twee vrouwen. Ja, pas. Mooi. Ja, maar ik zou wel drie sans doen. Ik zou, je moet gewoon bedenken dat je stoer moet bieden, gewoon van. Als jij denkt, ik heb een redelijk antwoord. Dit is super link. Iedereen vindt het heel erg link dat drie sans het goede bot is. Maar als je past, dan wordt het contract gewoon drie schoppen. En dan, ja, ik denk dat ik daar niks mee verdien. Dus ik gok een beetje drie sans. En dit is een beetje, Berend, weet je wat het eigenlijk een beetje is dit? Het is eigenlijk de afweging, wat kan meer kosten? Kijk, het is niet zo dat je drie sans biedt omdat je zeker weet dat het goed is. Maar het risico dat pas... dat je daardoor iets mist, is groter dan dat drie sans fout afloopt. Dat is eigenlijk de reden om drie sans te bieden. Gaat drie schoppen niet down? Nee, ja, dat gaat dan, ja, oké, maar dat levert niet zoveel op, hè? Hmm. Niet kwetsbaar, min of plus 100. Dus dat is eigenlijk de uitgangspunt. Dus bij twijfel, bieden. Dat geldt voor jou, dat geldt niet voor Mark, dat geldt wel voor jou. Ja, voor Mark is het bij twijfel passen. Ja. Bij twijfel passen is het voor Mark. We doen privécursussen. Ja, ja, ja. Voor Mark is het passen. Ja. Maatwerk. Nou, stel je voor je hebt deze hand. Dit zijn 14 punten. Even voor Erik, ik zoek de grenzen op. Laat me zien. Ja, drie harten. Ja. Goed zo. Mooi gedaan, mooi gedaan. Nou, stel je voor het gaat nu. We maken er nog een wat andere hand van. Oké. Je hebt deze kaart. 9 punten. En Zuid opent 2 schoppen. En mijn maat zegt 2 sans. En Noord past. En dan ben jij. Je hebt 9 punten. En je hebt 5 klaveren, 4 hartes en 3 schoppen. Nou, laat me zien. Bineke, wat betekent drie klaveren? Steeman. Ja, klasse. Ja, steeman doe je nou gewoon. Je bent op zoek of hij 4 hartes heeft. Mm-hmm. Berend, we doen steeman, hè? We kunnen dus... En dat weet ik, maar je weet al dat de schoppen aan de overkant, bij de tegenpartij zitten. Ja, maar en de hartes dan? Als mijn maat nu 3 harten biedt, wat zou je dan bieden? 4 harten. Ja, maar ik kan naar 3 sans toch niet meer? Dan is dat voorbij. Ja, oké. En maar dan nog een argument voor om geen 3 sans te bieden. Vind je deze hand balanced? Nee. Nee, dat is nog een argument om te kijken of er 4 harten zitten. Er zijn heel veel argumenten nu om te kijken of de 4 harten zitten. Ja? Snap je het idee? Dan gaan we dat nu testen, ja? Of jij dat idee snapt. Oei. Nou, je hebt deze kaart. En, we zullen het eerst wat makkelijker maken. Zo, je hebt deze kaart. Dat zijn 13 punten. En het gaat 2 schoppen dublet. Pas. En dan ben jij. Nou, laat maar zien. Ja, klasse.
Vier harten inderdaad. Je moet nu af en toe... Ja, eigenlijk gewoon van... Hij heeft vier harten. Dus Erik, volgende keer als je maat dublet zegt... Dan wil ik wel echt dat hij vier harten heeft. Ja. Anders zit je nou in een onzin contract te bieden. Ja? En daarom zijn we zo streng, hè? Want wij, het wissen, ik spreek voor mezelf ook een beetje verreurd, daarom zijn wij vaak zo streng in doubletten. En ook alle voorwaarden die eraan zitten. Dat is niet om het bieden onmogelijk te maken, maar dat is puur inderdaad om jouw maat de gelegenheid te geven en de conclusies te laten trekken wat het eindcontract kan zijn. Als je daar niet hele goede afspraken over maakt, dan kun je in hele ongelukkige contracten komen. Oké, stel je voor, links van mij opent drie schoppen, de tegenpartij. Mijn maat doet dublet en het gaat pas. Ja, Erik, ze worden niet makkelijker. Nee, inderdaad, nee. Probeer eens zoveel mogelijk punten te scoren. Bieneke, ik wil ook dat jij nog een keer nadenkt. Zeg je? Nog een keer nadenken. Wat de meeste punten scoort. Je wil punten scoren, Bieneke. En punten scoor je met sans toe of met hoge kleuren. En Berit, als je past... Dubleer down. Je stopt of je dubleert, hè? Oh ja, wacht even. Ik dacht even... Je moet altijd bedenken eerst, wat belooft mijn maat? Nee, wacht even. Ah, kijk. Ja. Ik denk dat we de goede kant op gaan nu. Vier harten. Ja, Berit, je kunt niet passen. Want wat heeft maat? Vierkant harten. Ja, hebben we fit? Ja. En wat heeft hij juist niet? Welke kaart heeft hij niet? Schoppen. Schoppen. En dan ga jij drie schoppen passen. Ik ben bang dat hij drie schoppen gaat maken. Oké. Ben je daar niet bang voor dat hij dat gaat maken? Ja, zou kunnen, ja. Hij heeft zeven schoppen. Jouw heer wordt opgegeten. Zijn er al zeven, hè? Nou, nog eentje erbij, zijn er acht. En dan moet je er nog eentje verzinnen. En dan heeft hij er al negen. En als je het laat maken, ja, dat is echt heel duur. Dus ik zou nu vier harten bieden. Ik weet ook wel dat ik eens een keer down ga. Maar dan hoop ik weer dat drie schoppen erin gezeten heeft. Ja. Dus gewoon, ben niet te bang om te bieden. En ga ook na een zwakke opening en een dublet uit. Ga eerst kijken, is sans of een hoge kleur mogelijk? Pas als het echt onmogelijk is, dan ga je zo'n lage kleur proberen. Maar probeer eerst echt te zoeken naar sans of een hoge kleur. Want je hebt gewoon bij vier harten al de bonus van de manche. Ja. En in klaverpas bij vijf. En je weet eigenlijk dat je een 4-4 het hart hebt. Ja, dus dan daarom, Bieneke, doe je niet klaveren, maar doe je harten. Gewoon, dan hoop je dat je dat maakt. Zijn ook 10 slagen, hè? Oké, nou speciaal voor Berend de laatste. Zuid open 3 harten. Ah ja, probeer het. Probeer het, komt-ie. Probeer het. En mijn maat doet dublet. Maar Ruud, jij snapt wel dat ik graag met Berend een keer weer wil spelen. Want het is wel spannend. Zij wil... Ja, zeker. En ik vind het gaat ook wel echt voor de punten. Ja, het gaat iedere keer beter. Ja. En zij zijn kwetsbaar en jij niet. Mark kijkt op blij. Zie je dat? Nee, ik zie het. Ik zal even het gezicht van Mark laten zien. Ja, Mark is blij, ja. Mark is blij. Hallo, ja, Berit. Maar nu laat je dus de tegenpartij lopen, hè? Want nu ruik je toch bloed? Hoeveel slagen gaan zij maken, denk je? In sans? Nee, in harten. Zij in harten. Drie? Drie? Oh, dat is lekker. Ja. Hoeveel maak jij er dan? Als zij drie slagen maken in harten. Dan maak jij dat 10. Nee. Ja, dat is wel lekker. Nee, ze maken wel een paar hartes, daar ben ik het mee eens. Maar ze gaan wel heel veel down. En weet jij dat het 3 sans is? Weet jij nu zeker dat het altijd 3 sans gemaakt is? Nee. En je weet wel dat 3 harten altijd down is. Oké. Snap je het idee? Dus je kunt nu passen.
Dat is weer een klein voordeeltje van een informatiedubbelet. Je kunt nu passen, zoals Mark al blij... Mark weet dat dit flessen wijn oplevert. Ja. Want die weet dat het veel punten oplevert. Is ook zo. Maar Berend, het was een goede tweede optie hoor. Drie Sans is hier zeker een goede tweede optie. Als zolang je geen vier klaver biedt, zijn we al blij. Ja. Pas is de 10. En drie Sans, ik zeg een 8, toch? Ja, ik ook. Ja, dan krijg je een 8. Ja? Jongens, een 8 is een mooie afsluiting. Daarom. Ja, we gaan naar de prijsvraag toe. Naar de prijsvraag. Voordat ik het woord geef, ga ik even kijken of ik nog iets kan laten zien. Of ik wacht even. Nee, lukt me zo snel niet. Ik wil even iets zeggen over de inzendingen. Ik denk dat 10% van de mensen niet heeft gezien bij de prijsvraag dat het niet de partner was die twee harten opende, maar de rechter tegenstander. Die mensen boden allemaal vier harten. Ja, dat kunnen we natuurlijk niet goed rekenen. Dus kijk goed naar en het plaatje en naar de begeleidende tekst. Tom. Ik ga hem delen. Even kijken hoor. Ik ga hem eens eventjes delen. Dit was de hand. Ja, kijk inderdaad goed naar wat er geopend wordt. Er wordt twee harten geopend. En nu heb je deze hele mooie hand. Na al deze verhalen, Bieneke, wat gaan we bieden? Ja, ik ben eerst nog even aan het tellen. Oké. Het zijn er 16 volgens mij. 16 punten. 16 punten. Dus 16 tot 18 heb je er. We hebben een goede klaverkaart. We hebben geen kaart voor een doublet. Ik zou 3 klaver bieden. En hoe vind je je hartendekking? Goed. Ja. En wat zou je met 16 tot 18 ook kunnen doen? Sans. Heel goed. 2 sans is hier de 10. Oké. 2 sans is hier de 10 en dat is hier het beste bod, omdat je dan eigenlijk heel goed omschrijvend bezig bent. Je geeft 16 tot 18 punten aan met een goede hartendekking. Oké. Dus dat is eigenlijk het beste omschrijvende bod. Dus, En mijn 3 klaver, dat gaf te weinig? 3 klaver is op zich, stel je nou eens voor dat je bijvoorbeeld geen hartendekking zou hebben, dan zou 3 klaver perfect zijn. Want 3 klaver geeft eigenlijk wel heel goed je hand aan. Maar we willen naar Sans, hè? We willen het liefst naar Sans. En met deze hand geef je eigenlijk aan je partner aan, ik heb 16 tot 18 punten en een hartendekking. Ja. Als toevoeging, Bieneke, als je deze hand zou mogen openen, wat zou je dan openen? Als ik zou openen, dan zou ik inderdaad ook Sans openen. Waarom niet klaveren? Ja, nou ben ik een beetje het beste, hè? Omdat Sans, dat is fijn om dat te openen, 15, 16, 17 punten. Ja. Dat is hetzelfde als 2 Sans. Dat is fijn om 16, 17, 18 punten unbalanced. Het is een mooi omschrijvend bod inderdaad. En ik heb, perfect en goed. En ik heb voor mensen die nog wat meer de randjes op willen zoeken, Erik. Als jij nog meer randjes op wil zoeken, kun je nog op YouTube kijken. Daar heb ik nog wat meer uitbreidingen gemaakt. En daar is het randjes op zoeken met Erik. Dus ik zou zeggen, doe daar je voordeel mee. Ik ga eens eventjes terug naar onze quizmaster. Maar ik ben heel benieuwd Wie er heeft gewonnen. Heeft gewonnen. Ja, dat is een mevrouw en die luistert naar de mooie naam van Tatjana Maslova. Maar het was wel een Nederlandstalige mail, dus ik kon het begrijpen. Over 2 weken zijn we er natuurlijk weer. Dat is dan volgens mij alweer de laatste keer van dit jaar. Hebben we wel een heel mooi onderwerp. Paul Klein, die kwam daarmee. Die zegt, hey, leuk en aardig, die zwakke twee's. Maar wat doen we nu met sterke handen? Nou. Dat gaan de heren volgende week uitleggen. Dus volgende keer, over 2 weken, sterke 2 openingen. En superleuk, dat is de vraag die via Facebook kwam toch, Geon? Die werd via Facebook aan jou gesteld. Kwam via Facebook binnen, ja. Dus, zo zie je, maar je onderwerp kan gewoon in de uitzending komen. Zo kan dat. Ik dank iedereen weer voor de belangstelling. Ik dank het panel. Ik dank de coaches. Prettige dag verder. Tot over 2 weken. Tot volgende keer. Hoi. Hoi. Hoi.